De reus van de Provence, de suikeroom, de kale berg, een paar van de bijnamen die de Mont Ventoux in de loop der eeuwen heeft gekregen. De naam Mont Ventoux is afgeleid van het Occitaanse woord ven, wat berg betekent. Een andere verklaring is dat de naam uit de eerste of tweede eeuw na Christus dateert, de Gallische naam Ventop, wat sneeuwtop betekent. Weer een andere verklaring is dat de naam is vernoemd naar de god van de wind, Ventour. Dit begrijp je pas goed als je zelf op de top de harde wind ervaart. De berg wordt omringd door een aantal stadjes waarvan Bédouin, Malocin en Sault de bekendste zijn. In deze relatief rustige plaatsjes is het op marktdagen een drukte van belang, doordat veel toeristen, maar uiteraard ook de plaatselijke bevolking, hier hun inkopen doen. Voor bewoners van omliggende dorpen is dit hun wekelijkse uitstapje. Uiteraard is hier veel aanbod van lokale producten. Het stadje Bédouin is voor veel wielrenners en gewone fietsers het uitgangspunt om de 21 kilometer lange klim naar de top van de Mont Ventoux te beginnen. Niet iedereen is een getraind atleet, zoals te zien is tijdens de beklimming. Het is voor de toeschouwer aardig om het verschil in klimstijl bij de fietsers te zien. Een enkeling gaat in stijl de berg op, terwijl de rest zich, al in het onderste gedeelte, hijgend en puffend naar boven hijst. Een aantal hebben we helemaal niet boven zien komen. Misschien zijn ze nog onderweg. Tijdens een plaspauze moet je wel opletten voor de processierups, waar dit bord ons voor waarschuwt. En niet, zoals we in een Belg hoorden zeggen, oh wel zullen, maar dit betekent dat het verboden is om de stenen op te rapen, hè? Fietsend of lopend maar weer verder. Gelukkig is er op ongeveer 2 kilometer van de top weer een halte waar je met goed fatsoen af kan stappen. Het monument van de in 1967 tijdens de Tour de France overleden wielrenner Tom Simpson. Door maar weer naar de top, waar vrouwlief klaar staat om een foto van dit glorieuze moment te maken. Maar we waren er nog niet helemaal, dus erachteraan rennen maar. Even uitblazen en dan een razende paard weer naar beneden. Geen tijd om te stoppen bij de poort die, zoals de legende ons vertelt, zich op oudejaarsnacht om 12 uur opent en waar een gouden geit, omhangen met sieraden, achterin de grot te zien is. We verlaten de wielrenners om even van de rust te genieten van een aantal wandelpaden, waar het opvallend stil is. Waarschijnlijk geven de meeste wandelaars de voorkeur aan de goed begaanbare hoofdwegen. We keren terug naar boven, waar op 5 kilometer van de top bij het tot restaurant omgebouwde Châtelet Renard het kale gedeelte begint. Maar is het werkelijk zo kaal? Niet echt. De vegetatie heeft zich namelijk aangepast aan de microklimatische omstandigheden, zodat naast mediterrane ook diverse alpine soorten voorkomen. Van dichtbij is er een rijkdom aan plantengroei te zien. Maar waarom blijft hij dan toch zijn kale uiterlijk bewaren? Het antwoord hierop werd duidelijk toen we een kudde met meer dan 1000 schapen zagen die systematisch de hellingen afgraasden. Gelukkig waren we net op tijd
om dit natuurschoon te bewonderen. Het weer op de Mont Ventoux kan in enkele minuten omslaan van een helder blauwe lucht tot een diep zwart wolkendek met enorme windsnelheden. Denken we in Nederland bij zware storm aan windsnelheden van 120 km per uur, bovenop de berg zijn windsnelheden gemeten van 250 tot 300 km per uur. Maar evenals de wolken zijn gekomen, zijn ze ook weer verdwenen en genieten we weer van een prachtig uitzicht.